Donderdag 9 april 2020. Aan de gemeente in Hebben. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Hier zit ik dus altijd. Aan mijn schrijftafel, op mijn studeerkamer. Uitkijkend over het park en de vijver hier voor het huis. Hier schrijf ik iedere dag mijn brieven. En dat doe ik al zo'n 3 weken lang. En ik was het eigenlijk helemaal niet van plan om iedere dag een brief te schrijven zo lang. Maar ik ben het gaan doen en ik ben het blijven doen. En nu ik het eenmaal doe en merk dat u het waardeert en dat het mij een ritme geeft, blijf ik het maar gewoon doen. Ik heb al een hele stapel hier liggen. En ik denk dat we nog niet klaar zijn met de lange rij van brieven. Het is een vreemde tijd, we zien elkaar niet. Maar op deze manier kunnen we toch met elkaar verbonden blijven. En niet alleen via de brieven, maar ook via de kaarsen die u aansteekt als ik zit te schrijven. En ook het kaarsje dat ik zelf aansteek. Kijk, hier achter me staat er. Zo, ik ga hem even aansteken. Ik moet even uitkijken, want ik moet op een trapje gaan staan, anders kan ik er niet bij. Maar hier is die en hier is het licht. Zo, hij brandt. Zo, ik ben er maar weer even bij gaan zitten. Want het is vandaag Witte Donderdag. En het is de stille week deze week. Morgen is het Goede Vrijdag. En dan Stille Zaterdag. En zondag is het Pasen. En normaal gesproken komen we natuurlijk bij elkaar in deze stille week. En hebben we iedere dag een dienst. Maar ja, dat zit er dit jaar niet in. Maar toch komen er beelden naar u toe, vanuit de kerk, vanuit dit huis en ook nog vanuit een ander huis. We gaan naar Nijmegen. Beste gemeenteleden van Hebben, welkom in Nijmegen, welkom in mijn huiskamer met uitzicht op mijn voortuin waar de zon nog schijnt. Het is vandaag zaterdag 4 april, het is 12:30 in de middag. Ik film dit speciaal op dit tijdstip, omdat 's ochtends vroeg namelijk de zon aan de voorkant fel naar binnen schijnt. Nu zit de zon aan de zijkant van het huis en draait dan later vanmiddag naar achteren waar die vanavond ook ondergaat. We zitten midden in de coronacrisis. Het coronavirus dat de hele wereld momenteel in zijn macht heeft, een onzichtbare vijand, uitgebroken in China, vervolgens ook terechtgekomen in Italië en ook ons land ontsnapt er niet aan. Via Brabant, verder getrokken ook, heeft het ons bereikt. Ook Nijmegen, ook Hemmen. Al het reizen dat we gewend waren te doen over de hele wereld, heeft ervoor gezorgd dat het virus zich razendsnel kan verspreiden over bijna alle landen in de wereld. En ik denk op een bepaalde manier dat dit virus ons als mensen een beetje op hun plaats zet. Er zijn natuurlijk diverse maatregelen actief genomen door de overheid. We moeten eigenlijk zoveel mogelijk binnen blijven. We moeten ons houden aan een sociale afstand van 1,5 meter. En dat alles doen we natuurlijk om ervoor te zorgen dat ons zorgsysteem in Nederland, de ziekenhuizen, niet overbelast raken. Al deze maatregelen die raken ons natuurlijk allemaal. En ja, gelukkig zijn de mensen inventief en creatief om daar oplossingen voor te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan jonge gezinnen met kinderen. Kinderen die moeten nu thuisonderwijs volgen, terwijl de ouders in hetzelfde huis thuis moeten werken waarschijnlijk. Ja, in eerste instantie voelde dat natuurlijk voor de schoolgaande kinderen als een soort vakantie. Maar ik denk dat het gevoel van vakantie inmiddels wel een beetje geluwd is. Het treft ons allemaal. Het treft ook met name de oudere mensen in verzorgingstehuizen die momenteel geen bezoek mogen ontvangen. Het treft ook mijzelf in mijn eigen situatie. Ik ga overdag wel naar het werk, terwijl de meeste mensen vanuit mijn bedrijf NXP in Nijmegen thuis werken. Ik ga gewoon naar het werk. Ik zit daar overdag met soms 2, soms 3 andere collega's, dus we kunnen voldoende afstand houden tot elkaar. En bovendien wordt bij de ingang van het bedrijfterrein wordt onze temperatuur gecontroleerd. Dus mocht ik koorts hebben op een gegeven moment, dan mag ik het terrein niet op en moet ik vanaf dat moment thuis werken.
Nou, al die activiteiten thuis en het lesgeven thuis en thuiswerken vraagt natuurlijk om een structuur. En het is heel belangrijk om die structuur te vinden en ook vast te houden. Dat is de enige manier om werk en privé, spelen, schoolgaan goed te blijven scheiden. Ja, en door alle maatregelen zijn er een heleboel dingen die we gewend waren te doen niet meer mogelijk. We kunnen niet een dagje naar het museum. We kunnen niet uit eten gaan in een restaurant. We kunnen niet naar de film. Een dagje shoppen in bijvoorbeeld Utrecht zit er ook niet meer in. En de overheid heeft ons ook dringend gevraagd om in de aanstaande meivakantie toch maar vooral niet op vakantie te gaan en maar gewoon thuis te blijven. Ik las zelfs in het nieuws een suggestie die gedaan werd, is om dan maar thuis in de eigen tuin te gaan kamperen. En het schijnt ook dat de verkoop van met name kleine tentjes enorm is toegenomen de afgelopen weken. Want zelfs het geluid van een opengaande rit van een tent in de achtertuin, in je eigen tuin, kan al een gevoel van vakantie geven. Nou, ik kan me daar helemaal bij aansluiten, want ik heb namelijk vorig jaar in de zomer, toen het zo ontzettend warm was, wel 3 weken gekampeerd in mijn eigen tuin. Mijn kinderen waren toen ook op bezoek uit Zuid-Afrika en die vonden het prachtig. We gingen overdag spelletjes doen in de tuin. We gingen eens een wandeling maken in de buurt, Groesbeek, Bergendal. We gingen s'avonds barbecuen in de tuin. En nou, we vonden het allemaal geweldig. Dus ik kan het iedereen aanraden. Schaf een kleine tent aan en kampeer in de eigen tuin. Het coronavirus heeft natuurlijk ook Hemmen bereikt en heeft ook onze gemeente bereikt. Daardoor kunnen we helaas niet meer samenkomen in onze kerk. Dat is erg jammer, maar dankzij de moderne technieken kunnen we daar misschien een andere invulling aan geven. Gelukkig ontvangen we dagelijks de berichten van onze predikant. Het zij via de website en ik krijg ze dan ook via de verzendlijst in WhatsApp. Dat zijn soms hele leuke berichten, mooie berichten, maar ook minder leuke berichten. Zoals bijvoorbeeld het tragische bericht dat mevrouw van Dunen en mevrouw van Veneklaas recentelijk zijn overleden. Ik heb nog eventjes gekeken wanneer ik voor het laatst in Hemmen heb gespeeld. Dat was zondag 8 maart en ik herinner me nog dat mevrouw van Dunen links vooraan in de kerk zat. Via die WhatsApp berichten krijgen we soms ook leuke berichten van gemeenteleden. Zo herinner ik me het filmpje van de koeien van de familie van Kampen die naar buiten mochten voor het eerst. Was echt leuk om te zien. Een foto van de halfjaar oude Xavier. Ik zag een foto van de tuin van Nelly Atema. Het prachtige schilderij van het kerkje van Hemmen met omgeving gemaakt door Joop Wezeman. Echt een heel erg mooi schilderij. Ik zag een foto van de herstellende Mariette op haar terras met een koe van de familie Franken. Ik moet zeggen, het kostte me wel even moeite om te zien van wat is nou de koe en wat is nou de hond. Maar het is uiteindelijk gelukt. Ook een foto van mevrouw familie Dijkman met hun tuin, een foto van hun tuin en een foto van de kleine Anna. Zo blijven we ook in deze stille week met elkaar verbonden via deze video. Berichten en de videoberichten van onze predikant. Ja, de coronatijd brengt ook wel wat mooie dingen weer naar boven. Zo zijn er bijvoorbeeld initiatieven van jonge mensen die boodschappen doen voor de ouderen die de deur niet uit kunnen of uit willen. Hulp aan de voedselbank en noem maar op. Dus dat geeft ook weer hoop. En in deze stille week is eigenlijk een tijd van bezinning, zelfreflectie, maar ook toch wel voor hoop op de toekomst. Ik ga deze week voor u het orgelspel verzorgen vanuit mijn huiskamer. Ik heb een elektronisch kerkorgel. Ik zal u daar straks mee naartoe nemen en laten zien. Ja, het is wel een beetje vreemd om thuis orgel te spelen, liederen te spelen, terwijl ik eigenlijk gewend ben natuurlijk om in de kerk orgel te spelen terwijl de gemeente zingt. Ik mis nu die zingende gemeente, mis ik wel. Dat is een beetje vreemd, maar ja, we moeten nu maar even roeien met de riemen die we hebben. Ja, u zult mij deze stille week zien in dezelfde kleding, in hetzelfde shirt. Dus misschien dat u tegen zaterdag denkt van, gut, wordt het niet eens tijd dat onze organist een ander shirt aantrekt? Daar heeft u helemaal gelijk aan, maar ik kan u geruststellen, alle filmpjes voor de stille week heb ik vandaag in één dag opgenomen.
Ik wil ons allen een hele goede stille week wensen. Met hoop op de toekomst. Want in de verte aan de horizon mogen we reeds het paaslicht zien. Nu neem ik u graag mee naar mijn orgel. Zo, dit is mijn orgel thuis. Eigenlijk een instrument om op te studeren. Maar komt nu ook prima van pas in de stille week. Het is een elektronisch orgel, een elektronisch kerkorgel. En het qua functionaliteit en mogelijkheden vergelijkbaar met het orgel, het pijporgel van de kerk in Hemmen. Het heeft namelijk twee volledige klavieren. Een bovenklavier en een hoofdklavier. En het heeft een volledig pedaal. U ziet het niet, maar het zit hieronder. Het zijn een volledig 30 toons pedaal. Het heeft dan voor het bovenklavier een aantal registers. Het heeft voor het hoofdklavier ook een aantal registers. En het heeft voor het pedaal ook een aantal registers. Dus alles vergelijkbaar met het orgel in hem. Zo klinkt het bovenklavier bijvoorbeeld in deze stand met een fluit 8 en een fluit 4. Hoofdklavier, prestant en holpijp 8 voet, wat hem ook heeft met pedaal. Ik ga nu voor u spelen het bekende avondlied De Dag Door Uwe Gunst Ontvangen. Even kijken hoor, lunch, soep, omelet, oerbrood met allerlei lekkers, hoofdgerechten, voorgerechten, Hollandse biefstuk, vis van de dag, lekker allemaal, nagerechten, kaasplank, grand dessert, het ziet er lekker uit. Alleen, je kunt het er niet meer krijgen, want kijk eens hier, oh, alles leeg, menukaarten op een stapel op tafel, lege stoelen, lege tafels. Niks meer over van het gezellige, drukke restaurant, wat dit natuurlijk wel is. En moet je toch voorstellen dat je hier zit en dat je dan te horen krijgt dat je binnen een half uur weg moet. En dat dit gewoon je laatste avondmaal was wat je hier had. Ja, en dan ook nog in die keuken. Oh, hier ook. Kijk eens, die stoelen allemaal op elkaar gestapeld. Het is helemaal leeg en verlaten. En de keuken is leeg. Geen coq au vin, geen kaasplank, geen witte rode wijn die er geschonken wordt. Want het was afgelopen. Opeens ging de regel in dat ze niet meer hier konden eten. Ja, het is een leeg huis hier,
zo om te zien. En daar staat nog een huis. Ons huis van God. En het is vandaag Witte Donderdag. En daar lezen we altijd ook een verhaal uit de Bijbel wat ook over een maaltijd gaat. En waarin mensen ook voor het laatst bij elkaar zitten. En ik denk dat het goed is als we dat verhaal eens gaan lezen. Gaan jullie mee? Ja, de maaltijd van de Heer, die vieren we hier ook in de kerk. Dat doen we op Witte Donderdag, maar ook op andere momenten van het jaar. We gebruiken altijd het mooie kleed. Ik ga het even uitvouwen. Mooi damasten kleed. Met mooie ingeweven patronen. Druivenbladeren, ik weet niet of je het ooit wel eens hebt gezien van dichtbij. Het is echt prachtig. Kijken of ik het goed neerleg. Het moet wel mooi liggen. Zo, en er ligt nog een heel mooi lint overheen, is er geweven. En daar staat op, neemt en eet, doet dit tot mijn gedachtenis. Want daarom doen we het. Omdat het een uitnodiging en een opdracht is van de Heer zelf. Om het te doen tot zijn gedachtenis. De mooie prachtige zilveren bekers. Een nieuwe beker van 1990 en een hele oude. Die zet ik neer. En de mooie zilveren kan. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, maar in de klep van de kan staat... Oh! Ten gebruike bij het heilige avondmaal. Hemmen, januari 1852. 1852. Zo lang wordt deze kan al gebruikt bij de maaltijd van de Heer. Nou, het brood. En het kannetje en de schaal. Ja, dat brood. Het lichaam van de Heer. Het brood uit de hemel, zeg ik er altijd bij. En dat is het ook, brood voor de mond en brood voor het hart. Net als het woord van God ons voedt en krachtig maakt. Zo is ook dit brood. We ontvangen het, we geven het door aan elkaar, we nemen het tot ons. En het gaat van binnen zijn eigen gang. De woorden van God nemen we ook tot ons, komen tot ons. En we nemen ze in als brood. En ze voeden ons, maken ons sterk. En zeker in deze tijden van crisis, denk ik dat we dat ook heel goed voelen. Dat we ook, ja, ook daar behoefte aan hebben om gevoed te worden. Niet alleen voeding voor onze mond, maar ook voeding voor ons hart, voor onze ziel. Nou, dat klinkt allemaal mee in dit brood van het avondmaal. Brood en wijn. Ik schenk de wijn in. Ik probeer altijd hoog te schenken, zodat het echt vloeit. Wijn, het bloed van Christus, de levengevende kracht van de vergeving, die net als de wijn tintelt in je mond en in je lichaam als je drinkt. Bijzonder altijd om het brood te breken en de wijn te schenken en dat dan rond te laten gaan. Hier in de intimiteit van deze kleine kerk is ook altijd een beetje spannend, want je zit heel dicht bij elkaar. Maar het geeft ook een heel sterk gevoel van verbondenheid om zo met elkaar te delen van het brood, te drinken van de wijn. In verbondenheid met de gastheer, Jezus zelf, die zegt, neemt en eet, doe dit tot mijn gedachtenis. Ja, hier staat ook nog een
een schaaltje met een kannetje water. Dat doe ik ook altijd. En ik weet nog wel dat ik, toen ik pas hier was, dat ik dat steeds vergat. Ik moest mijn handen hierin wassen. Dat doe ik altijd, zo. Handen wassen. En afdrogen. En in het begin vergat ik dat, want ik was niet gewend uit mijn vorige gemeente. Maar nu doe ik het wel, iedere keer. Ik ben er nu wel aan gewend. En ik denk dat het na deze crisis een hele andere betekenis voor mij gaat krijgen. Want het is niet meer alleen mijn handen wassen zodat ze schoon zijn. Maar het is ook een herinnering aan iets wat we in deze crisis heel sterk ons bewust van worden. Namelijk dat het leven heel kwetsbaar is en dat een virus zo verspreid is. En dat het leven daar soms vanaf kan hangen. En in het wassen van de handen denk ik dat ik vanaf nu altijd zal denken aan die kwetsbaarheid van het leven die erin gelegen is in het wassen van de handen. Nou, we hebben brood, we hebben wijn, mijn handen zijn gewassen, alles is gereed. Ja, een lezing over een maaltijd. Er zijn veel lezingen in de Bijbel die gaan over een maaltijd en over eten, samen eten. Maar de lezing van vanavond, dat is de lezing die we altijd doen op Witte Donderdag. En die gaat over de maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen vlak voordat zijn lijdensweg begon. En ik lees het ook vanavond. Het staat in Johannes 13. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" En Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij en terecht, want dat ben ik ook. Maar als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Thank you.
De avond valt, de nacht genaakt. Het wordt donker om ons heen. Morgen is het Goede Vrijdag en dan staat het lijden en het sterven van Christus centraal. En ook nu valt voor ons de avond. En daarom bidden wij met elkaar het Luthers avondgebed. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.